Rinse, welkom. Vanuit de Boerenbox kijken we uit op het FCM-stadion. En uh, vandaag uh, mooi nieuws. Nico Haak wordt per 1 mei de nieuwe technisch manager van FCM. Dat is wel een uh, felicitatie waard. Uh. Absoluut. We zijn heel blij met, uh, met Nico als een nieuwe uh, technisch manager. Uh, Nico kent de club heel goed. Wij kennen Nico heel goed. Uh, Nico heeft uh, ambities als een keer uitgesproken. Uh, niet per se in deze richting, maar wel. Dat je een stap verder wou. Uh, we zijn heel erg blij met de persoon Nico. Soms is het zo, wat je van ver wilt halen, dat is soms al dichtbij. En dat was in dit geval, bleek dat zo te zijn met Nico. Die had leren zijn ambities uitgesproken. Richting mij, maar ook richting anderen. Hij heeft veel ervaring in het, in het amateurvoetbal. Hij heeft hier inmiddels wat ervaring opgebouwd al, al een enige tijd. En hij heeft ambities. En is ook daarvoor opgeleid. Hij heeft de KVB opleidingen doorlopen. Dus ja, we hebben eigenlijk de juiste man al gewoon aan boord. En uh, dat is natuurlijk prachtig om te zien dat je hier dan de kans kunt krijgen om ook door te ontwikkelen. En dat willen we als club ook zijn. Een plek waarbij je kunt doorontwikkelen. Als je de juiste vaardigheden hebt en de juiste ambities hebt, dan moet er ook plek zijn. Dat is niet altijd zo, maar in dit geval was dat wel zo. Ja, en uh, Fred bekledde die functie. Uh, het is nu toch gekozen om, uh, om ja, eigenlijk beide heren op één functie te zetten, om daar ook die 100% focus uh, op te kunnen leggen. Uh, in hoeverre heeft dat meegespeeld in de overweging? Ja, toch wel. Uh, waarbij we in de zomer zeiden van Fred: kun je dat niet combineren? Het was ingegeven door de situatie, het vertrek van Mike Willems. Uh, Fred wilde dat doen, heeft hij naar mijn idee ook heel hartstikke goed ingevuld. Alleen uh, ja, het zorgde er wel voor dat twee functies verenigd zijn in één persoon. En dat wilden we eigenlijk toch niet meer. Je wordt daar toch kwetsbaar door. Uh, niet dat, al, dat dat al is gebleken. Maar het, het voelde voor mij en voor de club toch wel nu wat zuiverder om dat los te trekken van elkaar. Nou, dat hebben we gedaan, uiteraard met Fred besproken. En dan ga je op zoek naar een technisch manager, en daar is uiteindelijk Nico uitgekomen. Ja, het klinkt, uh, hoe je het vertelt, van, uh, een ABC'tje. Is er een specifiek moment geweest van je dacht: kijk, Nico, dit is iets wat je echt goed doet, nu ben je klaar voor zo'n taak als dit? Nou, we hadden gekeken naar. Toen we beken, uh, intern bekend hadden gemaakt dat we toch op zoek gaan naar een technisch manager... Ja, dan kijk je van waar moet diegene aan voldoen, wat moet de achtergrond zijn. Uh, je kijkt naar ervaring, wat, wat heeft diegene dan al gedaan. Uh, nou, uh, ik heb net opgenoemd uh, de, de voordelen die Nico dan uh, met zich meebrengt. Maar ook de persoon Nico zelf uh, is ambitieus. Uh, kent de regio ook goed, niet onbelangrijk. Kent het voetbal al van jongs af aan. Um, en heeft gewoon een goed gevoel voor, voor, nou ja, voor, voor langere termijn beleid, heb ik uit de gesprekken kunnen ophalen. En da, dat is waar we nu naar zoeken. We zoeken voor de langere termijn doelstellingen, uh, waarbij de korte termijn natuurlijk ook heel belangrijk is. En dit, dit jaar is uh, nog in volle gang en we kunnen de play-offs halen en die moeten we ook halen. Dat blijft overeind staan, dus het, uh, we hoeven niet alleen maar over, de, over de, de komende jaren te praten, maar ook over nu. Want het is nu belangrijk. Um, en Nico gaat meteen ook aan de slag. Dus die is ook meteen inzetbaar voor, voor uh, nou ja, alle ondersteuning op technisch beleid die we nu al kunnen gebruiken. Daar gaat Nico meteen al, uh, al, uh, al zijn rol in pakken. Klinkt goed. Uh, Nico laat ook een gat achter als uh, hoofdjeugdopleiding. Uh, die taak ja. wordt per 1 mei dus niet meer door hem vervuld. Hoe gaat dat ingevuld worden? Zijn we bezig. Kijken we naar samen met Nico, uiteraard. En uh, zoals dat zo mooi heet, zeker in de voetbalrij, er is wel een lijstje met mensen die dat zo kunnen gaan doen. Er um, moet ook wel iemand zijn die natuurlijk past. En Nico laat dan wel iets achter. En logischerwijs is het iemand die je zoekt, als je tevreden bent over de vorige hoofdjeugdopleidingen, dan zoek je iemand die ook een beetje in dat profiel past. Um, en daar zijn we nu mee bezig. Daar kan ik nog geen mededeling over doen, maar daar wordt hard aan gewerkt om dat ook op korte termijn bekend te maken. Nico, gefeliciteerd. Dankjewel. Ondanks een uh, regenachtige dag moet dit voor jou een mooie dag zijn. Ja, prachtige dag. Ik uh, ben heel trots. Uh, ook wel wat vereerd. Ik uh, kom uit deze regio en dat uh, nou, de club mij gevraagd heeft om deze rol te gaan vervullen. Ja, daar ben ik heel blij mee. Wat gaat jouw uh, rol precies inhouden? Ja, ik word technisch manager. Uh, uiteraard gesproken over uh, korte termijn dit seizoen. Uh, uiteraard ook gesproken over langere termijn volgend seizoen, volgende seizoenen. Uh, korte termijn uh, willen we eigenlijk gewoon zo snel mogelijk voorwaarden creëren om ja, richting goede play-offs te gaan, want dat is gewoon de doelstelling van de club. Uh, daarin ga ik Fred en de staf en uh, spelers ondersteunen om te kijken om daar een situatie te creëren dat we uh, daar gewoon zo succesvol naartoe gaan. Uh, voor de langere termijn uh, gaan we technisch beleid implementeren waarin Emmen uh, uh, voetbal voetbalcentraal moet komen te staan. Waarin uh, resultaatdoelstellingen. Uh, dus we willen heel graag in de toekomst een Eredivisieclub worden die stabiel is. Met uh, kapitaal op het veld. Uh, met jeugdspelers die gaan doorstromen. Uh, en dat we gewoon een duidelijk beleid hebben in hoe we dingen in de toekomst willen gaan doen. En, uh, ik hoop dat zoveel mogelijk te realiseren met, uh, met mensen met een SCM-achtergrond. Uh, uh, omdat ik denk uh, dat er hier in deze omgeving heel veel uh, kennis en kunde is. Uh, om hier samen met elkaar iets moois neer te zetten. Ja, je bent uh, tot 1 mei dus hoofdjeugdopleiding. Um, een behoorlijk verschil denk ik toch voor je. Um, in hoeverre neem je uh, die kennis mee richting uh, jouw nieuwe rol? Um, nou, ik denk dat ik een deel kennis sowieso meeneem vanuit beleid. Uh, ik ben dit jaar uh, begonnen in de rol als hoofdopleidingen. Uh, daarin. Uh, uh, ben ik samen met directie, met Rinse heel druk bezig om ook jeugdbeleid voor de komende jaren weg te zetten. Uh, dat koppel ik met mijn opleiding HO-Pro. Dus ik zit eigenlijk elke week met Rinsen in gesprek over hey, waar staat de opleiding nu? Wat hebben we in het verleden gedaan? Maar waar willen we eigenlijk graag naartoe? Eén nou, ding waar we heel graag naartoe willen en wij niet alleen als club, maar uiteindelijk ook de regio. We willen gewoon spelers uit de academie bij ons op het veld hebben. Uh, en dat moet voor ons uh, ja, kapitaal gaan, uh, gaan opleveren, maar ja, ook binding met de regio: dat mensen uh, zich ook kunnen identificeren met ons team. Uh, nou in die hoedanigheid ook veel gespart met mensen uit het werkveld over uh, visie, over uh, hoe je zelf naar de materie kijkt. Dat constant met, uh, met Rins en met directie besproken. En uiteindelijk is daar een heel verhaallijn over gegaan. Van oké, okay, zou je dat ook nu in volledig technisch clubbeleid kunnen wegzetten, zodat het volledig ook in elkaar geïmplementeerd wordt? Uh, ja, daar ga ik me mee bezighouden. Ja, je gaat uh, je nu nog met nog meer mensen bezighouden uh, binnen de club. Ook met, uh, met Fred Grim. Ja. Hoe is jouw relatie met Fred? Die is goed. Die is heel goed. Ik werk heel prettig met hem samen. Eigenlijk hetzelfde voor ons met Rinze. Elke week overleg over uh, de opleiding. Uh, talentvolle spelers. Uh, spelers die we willen gaan binden richting de toekomst. Uh, spelers die nu al meetrainen met de selectie. Uh, ja, en eigenlijk moet dat volgend jaar een startpunt zijn. Om dat ook gewoon naar de buitenwereld te laten zien. Dat we dat gewoon heel erg belangrijk vinden. Uh, en en uh, die samenwerking gaat gewoon echt heel positief. Even voor de supporters, wat zijn nou precies jouw dagelijkse taken? Nou, ik, ik ga vanaf uh, morgen, uh, vandaag, morgen beginnen met in eerste instantie uh, gesprekken voeren. Uh, weten hoe iedereen uh, op dit moment uh, in zijn vel zit en uh, om te kijken of we na afgelopen maandag uh, weer een sfeer kunnen creëren om heel positief richting uh, play-offs te gaan in het einde van de competitie. Uh, dus veel kennis maken, uh, kijken hoe iedereen op dit moment in de wereld zit. Uh, Daarnaast uh, ja, zal ik straks uh, samen met de directie en met de hoofdtrainer ja, moeten gaan besluiten welke contracten we ja, eventueel nog gaan verlengen, welke nieuwe spelers we aan onze club willen binden, welke jeugdspelers we volgend jaar willen integreren in de selectie, uh, wie de nieuwe hoofdopleidingen gaat worden. Uh, dus er is heel veel te doen. Ja, klinkt goed. Uh, ik wil je heel veel succes wensen in deze Dank nieuwe wel. taak. En, Dank uh, je wel. Succes met de gesprekken voeren. Dank je wel.